Hallo allemaal, horen jullie ons? Ik denk het wel. Welkom, wij zijn. Oh, zo. Wij zijn Celin, communicatieadviseur bij Wilweg. En ik ben Jarre, ik ben student Europese geschiedenis in Londen. Ik studeer daar nu voor de afgelopen anderhalf jaar. En ik ben door de nodige hoepels en administratieve taakjes heen gegaan. Tijdens het studeren in het buitenland. En wij willen jullie in dit webinar graag inkijk geven over de praktische zaken en ervaringen over studeren in het buitenland. We vinden het echt ontzettend leuk dat jullie vandaag allemaal kijken. En vooral dat jullie geïnteresseerd zijn in studeren in het buitenland. Vandaag nemen we je in vier grote stappen mee naar het buitenland toe. En het maakt erbij niet uit of je eigenlijk maar een vaag idee hebt over wat je wil gaan doen. Of dat je misschien al concreet plan hebt. Vandaag geef je nieuwe inzichten en praktische tips over studeren in het buitenland. Mocht je ons nog niet kennen, ik ben bestuurslid van NWS, Nederlandse Wereldwijde Studenten. Wij zijn een organisatie die zich inzet voor studenten, Nederlandse studenten in het buitenland. Als je van plan bent om naar het buitenland toe te gaan, als je al in het buitenland studeert of terugkomt misschien naar Nederland. Wij kunnen je helpen in deze drie verschillende fases. Wij hebben een database met onze leden. Die over de hele wereld studeren, allemaal Nederlandse studenten. En je kan je gratis inschrijven voor een berichtje. Of voor een. Om een keer een berichtje te sturen aan iemand. Die al in het buitenland studeert, die in het land, stad of universiteit woont of studeert, waar jij ook bent. En daarnaast zetten we ons ook in om het makkelijker te maken. Om te studeren in het buitenland. Via onze belangenbehartiging in Den Haag. Ja, nou, we organiseren dit webinar omdat we vanuit zowel NWS als Wilweg studeren in het buitenland te stimuleren. Mocht je Wilweg nog niet kennen, Wilweg is een initiatief van NUVIC. NUVIC is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. En met Wilweg informeren we studenten en scholieren over studeren in het buitenland. Op onze website wilweg.nl vind je verschillende informatie over bijvoorbeeld de mogelijkheden van studeren in het buitenland en ook hoe je dat allemaal regelt. Om al het regelwerk ook wat makkelijker te maken, hebben we een aantal tools ontwikkeld. Die vind je ook bij ons terug. En we hebben een aantal hele enthousiaste studenten, Wilweg-ambassadeurs. Dat zijn studenten die in het buitenland zijn geweest en inmiddels weer teruggekeerd zijn in Nederland. Zij weten precies waar jij nu doorheen gaat en wat jou te wachten staat. Dus als je wat wil weten over studeren in het buitenland, hoe zij het hebben ervaren of hoe ze het geregeld hebben, stuur dan een berichtje naar een van onze Wilweg-ambassadeurs. Dus voor dit webinar hebben we een plan gemaakt en we kunnen dit niet alleen. Dus we hebben Richard van Duo uitgenodigd. Hij gaat ons meer vertellen over studiefinanciering en studeren in het buitenland. Daarnaast hebben we Marieke van SVB uitgenodigd. Zij gaat meer vertellen over de basisverzekeringen. Wat moet je regelen als je in het buitenland wil studeren. Daarnaast hebben we Max Stra, een van de vloggers. Misschien bekend, de vlogmaand was dit is de afsluiting van de vlogmaand. Hij is ook live uit Amerika en hij is ook nog... hij zal jullie vragen beantwoorden.
Vergeet niet de berichtjes te sturen. Als je een vraag hebt tijdens een van de stukjes. We gaan naar elk, dus naar Duo, naar SVB, naar Max. Er is een gelegenheid om vragen te beantwoorden. Wij pikken er de hele tijd, zullen we twee vragen eruit halen. Die beantwoorden. Mocht nou van je vraag niet worden beantwoord, wees niet bang. Wij sturen een mail met de vragen, met jouw antwoord op jouw vraag. In de komende dagen, weken, de komende dagen tot een week na het webinar. Dus wees niet bang, je vraag zal beantwoord worden. Het is een afsluiting van een vlogmaand. Wil je deze vlog nou zien? Check het YouTube-kanaal. Of in dit Facebook-event. Top. Nou, zoals gezegd, nemen jullie in 4 stappen mee naar het buitenland. En de eerste stap is natuurlijk het maken van je keuze. Wat ga je studeren en waar ga je dat doen? Mocht je nou nog niet echt een idee hebben van wat je wil gaan doen, neem dan eens een kijkje in de Wilwegwijzer. De Wilwegwijzer is een keuzetest met een aantal korte vragen die jou kunnen helpen in jouw zoektocht. Aan het einde van de keuzetest wordt er jou informatie gegeven over de mogelijkheden van studeren in het buitenland. Hoe zien nou de verschillende onderwijssystemen in het buitenland eruit? En wat zijn de ervaringen van andere studenten? Mocht je nou wel al een idee hebben van wat je wil gaan studeren, dan is het natuurlijk belangrijk om te kiezen waar je dat gaat doen. Nou, dat kan je over de hele wereld doen en dat maakt die zoektocht soms lastig. Een handige website om te beginnen is dan de Bachelor Portal of de Master Portal, afhankelijk van het niveau waarop je wil studeren. In deze zoekmachines kan je zoeken op de studie of het veld waarin je wilt studeren. En dan komen er allemaal studies naar voren. Het handige aan deze website is dat het een vergelijkingssite is. Dus je komt meer te weten over de inhoud van de studie, hoe lang de studie duurt, in welke taal het onderwijs wordt gegeven, maar ook hoeveel het kost. Dus alle informatie die je terugvindt, die helpen jou om een goede keuze te maken in welke studie je gaat nemen, gaat studeren en waar je dat dus gaat doen. Nou, heb je gekozen wat je wil gaan studeren en waar je dat wil gaan doen, dan is het belangrijk om te kijken of jouw diploma wel wat waard is in Nederland. Ik kan me voorstellen dat je misschien in het buitenland wil studeren, maar misschien na afloop wel weer in Nederland wil terugkeren en hier wil gaan werken. Dan is het dus belangrijk dat je weet dat je met je diploma ook echt aan de slag kan. Hoe kan je daar nou achter komen? Nou, op de slide zien jullie nu de website van Nuffix staan en er staat onderin staat overzicht van diploma's en kies een land. Als je selecteert bij kiezen land, dan kan je dus het land selecteren waar jij wil gaan studeren. En dan krijg je meer informatie over erkende instellingen, erkende diploma's en wat je diploma ook waard is in Nederland. Aan de hand van die informatie kan jij dus inschatten of je diploma straks wat waard is in Nederland. Stel dat je nou gaat studeren in een land en hij staat niet in dat overzicht. Neem dan contact op met het ministerie van Onderwijs van het land waar je gaat studeren. Zij kunnen je namelijk vertellen of de instelling waar je gaat studeren erkend is en ook of het diploma of de opleiding waar je gaat het diploma wat je gaat behalen of dat ook erkend is. En aan de hand daarvan kan jij dus een inschatting maken of je daarmee aan de slag kan straks in Nederland. Wat tot slot nog heel belangrijk is, is om te kijken of het beroep wat jij straks wil uitoefenen, of dat een beschermd beroep is. Bepaalde beroepen, daar hebben we afspraken over gemaakt, dat je bepaalde diploma's moet hebben voordat je dat beroep mag uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan een beroep als arts of verpleegkundige. Op de website beroepserkenning.nl vind je de informatie daarover en kan je ook zien of een beroep beschermd is. Kijk daar dus eerst even naar, zodat je zeker weet dat je diploma wat je in het buitenland haalt ook geschikt is voor het beroep wat je hier wil uitoefenen. En of je dat beschermde beroep zometeen hier kan uitoefenen. Goed, dan weet je dus wat je wil gaan studeren en waar je dat gaat doen. Het belangrijkste is dan om je natuurlijk aan te melden bij de onderwijsinstelling. We raden je altijd aan om dit zo spoedig mogelijk te doen. Er komt vaak best wel wat papierwerk kijken bij studeren in het buitenland, bij je aanmelding. Elke instelling vraagt weer andere, of die stelt weer andere eisen aan je toelating. Zorg ervoor dat je zo spoedig mogelijk begint met met de aanmeldingsprocedure. En dan weet je dat je op tijd alle papieren vergaard hebt en dat je op tijd dus ingeschreven staat voor de opleiding van jouw keuze. Wij als Wereldwijde Studenten, als NWS, kunnen daar ook nog bij helpen. Wij zijn een organisatie met over 4.500 leden. Wij hebben in elke grote wereldstad hebben wij een club van Nederlandse studenten die evenementen organiseren en die ook gerust een berichtje kan sturen met vragen over praktische zaken. We hebben bijvoorbeeld een club in Bologna in Italië. Zij organiseren vaak evenementen.
Ze organiseren borrels, ze helpen je met praktische zaken waar nodig. Dus stel je wil daar gaan studeren of in een andere stad in Seoul, Japan, wees gerust en stuur gewoon een berichtje. Daarnaast is het ook belangrijk dat je niet de eerste bent die in het buitenland studeert. Wij zitten in een groot netwerk en de combinatie van de praktische tips en tricks van Wilweg samen met MBS zorgt ervoor dat je goed voorbereid op pad gaat naar het buitenland. Goeie tip. Ja. Als je je volledige studie in het buitenland gaat doen, dan houdt het vaak in dat je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. De stelregel is dan dat je moet uitschrijven bij de gemeente. Uitschrijven bij de gemeente is niet alleen een administratieve handeling. Het heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de subsidies die je ontvangt of voor je basisverzekering. En daar komen we later in dit webinar nog op terug. Ja, de oriëntatie financiering. Daar gaan we bijna beginnen. Ik stel nog 2 vragen die wel belangrijk zijn om even te beantwoorden. Dit webinar is voor iedereen, dus MBO, ja. HBO en WO. Voor als je volledig naar het buitenland wil, voor een bachelor of een master. Mm-hmm. Maar ook voor een tijdelijke buitenland stage of uitwisseling. Deze tips zijn vaak en tricks en financiering en verzekerings. Informatie die wij jullie gaan verschaffen, is voor beide, voor alle groepen eigenlijk nuttig. Dus dat is belangrijk. Dat waren 2 korte vragen. Ja, dus het is heel veel vragen voor wie is het allemaal nuttig. En dat is dus wat ik net zei. Dan gaan we nu over naar Duo. We hebben Richard uitgenodigd van Duo. En die gaat ons meer vertellen over wat Duo voor je kan betekenen als je in het buitenland wil gaan studeren. Ja, Richard, the floor is yours. Hey, hallo. Dankjewel. Hallo allemaal, mijn naam is Richard. Ik werk zelf bij de dienstuitvoering onderwijs. En ik ga jullie wat vertellen over studiefinanciering. Wanneer je gaat studeren in het buitenland, dan wil je natuurlijk weten van, hoe gaat het met mijn financiën? Hoe ga ik die opleiding bekostigen? Nou, en daar komen wij dus om de hoek kijken. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat je studiefinanciering niet zomaar krijgt. Er zijn een aantal voorwaarden. Zoals jullie in beeld zien, zijn dit eigenlijk de algemene voorwaarden om te voldoen om in aanmerking te komen voor studiefinanciering. Ten eerste hebben we de leeftijd. Nou, voor een opleiding in het hoger onderwijs is er eigenlijk geen ondergrens. Dus zou je bijvoorbeeld 16 jaar zijn en je zou beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs, dan zou je dus in aanmerking kunnen komen voor studiefinanciering en een studentenreisproduct. Voor het MBO is dat anders. Voor het MBO geldt het eerste kwartaal nadat je 18 jaar bent, kun je pas aanspraak maken op studiefinanciering. Qua bovengrens is dat hetzelfde voor beide. Je moet voor je 30ste recht hebben op studiefinanciering en dan is er geen probleem. Nou, de tweede algemene voorwaarde is, je moet Nederlander zijn of daaraan gelijkgesteld. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een verblijfsdocument hebt, hoeft ook geen probleem te zijn. Dan kan het alleen zijn dat bij sommige verblijfsdocumenten dat we een aanvullend bewijsstukje nodig hebben om je aanvraag compleet te maken. De derde algemene voorwaarde is de inschrijving. Het moet wel een voltijd inschrijving zijn. Zou je bijvoorbeeld een deeltijdstudie doen, dan kun je een aanspraak maken op studiefinanciering. Maar wanneer je gaat studeren in het buitenland, zijn er ook extra voorwaarden. Ten eerste, de opleiding moet van voldoende kwaliteit zijn. En hier komt dan de Nuffic om de hoek kijken. De aanvraag wordt bij ons gedaan. Wij zetten de opdracht uit bij Nuffic. Zij geven het advies om te kijken of de opleiding van voldoende kwaliteit is, hè, in het buitenland vergeleken met de opleiding hier in Nederland. En zo ja, dan kun je ook een aanspraak maken op studiefinanciering. De tweede extra voorwaarde is, je mag geen extra toelage krijgen van geen studiefinanciering van de buitenlandse overheid. Het is één of het ander. Dus zou je dat daar krijgen, dan kun je er dus geen aanspraak op maken. De derde extra voorwaarde is de 3 uit 6 eis. Dat wil eigenlijk zeggen dat de 6 voorgaande jaren, dat jij 3 aantoonbaar jaren in Nederland moet hebben gewoond. Het komt ook wel eens voor dat het misschien niet het geval is, dat je misschien niet een 3 jaar komt. Dat wil niet per definitie zeggen dat je niet de aanmerking komt voor studiefinanciering, maar dan kan het zijn dat jij misschien onder een andere voorwaarde valt. Laat ik zo zeggen, er zijn een aantal uitzonderingen hierop. Check hier voor onze site, mocht dat niet zo zijn, dan kun je er ook meer informatie over vinden. Maar dan, wanneer je georiënteerd hebt en je weet welke opleiding je gaat doen, dan komt het verhaal natuurlijk van, hoe ga ik het aanvragen? Het handigste is altijd, raden we aan, met een DigiD-code.
Je kunt via onze site kun je, met de DigiD-code kun je inloggen op Mijn Duo. Je kunt het ook met de DigiD-app doen. Dus wanneer je de DigiD-app hebt geïnstalleerd, kun je gewoon downloaden via de App Store. Dan kun je daarmee ook inloggen. Dan doe je je aanvraag. Dan geef je je opleiding door van het buitenland. Zorg ervoor dat de opleiding die je dan doorgeeft, dat de informatie erover zo volledig mogelijk is. Ook sowieso de adresgegevens, welke richting je gaat doen en ook sowieso de afstudeerrichting, zodat het onderzoek door het NUFIC ook gewoon bespoedigd kan worden en je zo snel mogelijk antwoord krijgt of die opleiding ook rechtstreeks op studiefinanciering of niet. Vraag dit ook minstens 3 maanden van tevoren aan. We geven aan 3 maanden van tevoren, maar zou je bijvoorbeeld al 5 maanden van tevoren weten dat jij welke opleiding je gaat doen, welke specifieke opleiding? Geef het desnoods al 5 maanden van tevoren aan. Hoe eerder, hoe beter. Want soms kan het zijn dat van bepaalde opleidingen hebben niet heel veel informatie en dan kan het onderzoek ook wat langer duren. Dus hoe eerder, hoe beter. Dan, heel belangrijk natuurlijk. Wat kan ik krijgen? Ja, zoals jullie in beeld zien, is het totaalbedrag die 1042 euro. Op die 1730 kom ik zo even op, maar die 1042 euro voor de normale studiefinanciering. Dit bedrag bestaat uit de onderdelen van studiefinanciering, dus de aanvullende beurs, die maximaal 391 euro is. En waar is deze hoogte van afhankelijk? Van het inkomen van de beide ouders. Dus de bepaalde hoogte van de aanvullende beurs. Tweede onderdeel van studiefinanciering voor het hoger onderwijs is de rentedragende lening. Zoals jullie zien kan die maximaal 479 euro zijn. Maar zou je nou geen recht hebben op de aanvullende beurs, zou deze 0 euro zijn, omdat het inkomen van je ouders te hoog is, dan kun je het bedrag van de aanvullende beurs wel erbij lenen. En de derde component is het collegegeldkrediet. Collegegeldkrediet is eigenlijk gewoon een lening onder dezelfde voorwaarden als de rentedragende lening. Het heeft alleen een andere naam. Het omvat eigenlijk het collegegeld wat je per jaar betaalt. En voor dit jaar is dat rond die 2000 euro wat je betaalt. Als je dat deelt door 12, kom je uit op zo'n ongeveer 167 euro. En dat kun je dan maandelijks, hier is trouwens 172 euro, dus vanaf september 2018, indexeren. Kun je dat maandelijks erbij krijgen bovenop je normale studiefinanciering. Maar jullie zien ook het bedrag, die 1730 euro, wat is dat nou? Als je een opleiding in het buitenland doet, kan het ook zijn dat het collegegeld daar veel hoger ligt dan een opleiding hier. In dat soort gevallen bestaat er ook de mogelijkheid om ook meer te lenen. En dat kan tot maximaal 5 keer het wettelijke collegegeld. En het wettelijke collegegeld bestaat dus uit die 172 euro. Dus als je dat maal 5 doet, dat is eigenlijk het maximale wat je dus kunt lenen. Dus dan kun je op zich een heel eind komen. Heb je echt het idee van, ik wil eigenlijk nog eventjes weten wat ik nog zou erbij moeten lenen bovenop de aanvullende beurs. Dan staat er op onze site ook een rekenmodule waarbij je allerlei bedragen kunt invullen. Wat je normale kosten zijn per maand en vaste lasten en dat soort dingen. Zorgverzekering, alles. En dan komt er onder de streep een bepaald bedrag uit. En dat bedrag, dat zou je dan indicatief dan erbij kunnen lenen. Dus dan heb je een beetje een idee voor jezelf. Wanneer je diploma hebt behaald, dan wil je natuurlijk graag je aanvullende beurs en het reisproduct omgezet krijgen in een gift. Je hebt hier gelukkig alle tijd voor. 10 jaar heb je de tijd om je diploma te behalen. Maar dat is wel een harde eis. Dus binnen 10 jaar diploma behalen. En wanneer je dan terugkomt in Nederland, dan kun je dus een verzoek doen tot de omzetting van je prestatiebeurs. Dit gaat alleen niet automatisch. Opleidingen in Nederland krijgen we de automatisch door. Dat je diploma hebt behaald, doe je een opleiding in het buitenland, krijgen we dat niet automatisch door. Dus wanneer dat het geval is, dan kun je of een gewaarmerkte kopie naar ons toesturen, of je komt langs een van onze servicekantoren met je originele diploma en dan waarmerken wij het intern. En dan kun je het verzoek doen tot de omzetting van je prestatiebeurs. Maar let op, zou je nou je diploma niet behalen en je zou stoppen met studeren, dan moet je dus alles terugbetalen. Ook het studentenreisproduct. En het studentenreisproduct is ook ongeveer zo'n 90 euro per maand waard. Dus dat is op zich uiteindelijk best een hoop geld. Dus een diploma behalen is heel belangrijk. Maar spreek voor zich. Dan, hoe lang kunnen jullie nou eigenlijk studiefinanciering krijgen? Waar ik het nog niet over gehad.
Mocht je nou denken van ik heb 4-jarige studie gedaan en ik wil eigenlijk misschien nog een andere studie doen. Maar goed, hoe lang kan ik nou nog gebruik maken van de studiefinanciering en is dat eigenlijk nog wel mogelijk? Nou, in totaal voor een 4-jarige opleiding kun je aanspraak maken op 7 jaar studiefinanciering. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je als voltijdstudent ingeschreven moet blijven staan. Maar die 4 jaar, of die, sorry, zei ik 4 jaar? 7 jaar, 7 jaar. Die 7 jaar die bestaat uit 4 jaar de aanvullende beurs, 5 jaar het studentenreisproduct. En gedurende die 7 jaar kun je ook de lening nemen. Dus stel dat je 4 jaar hebt verbruikt voor je opleiding, dat betekent dat je wel je aanvullende beurs hebt verbruikt. Maar dan heb je dus nog wel 3 jaar om dus te kunnen lenen en eventueel dus je opleiding te kunnen bekostigen wanneer dat nodig zou zijn. En je kan nog 1 jaar dan ook je studentenreisproduct gebruiken. Maar in totaal 7 jaar. Het is natuurlijk wel zo dat wanneer je nou een langere opleiding doet, een opleiding van bijvoorbeeld 5 jaar of misschien 6 jaar, dat je dan ook lang recht hebt op studiefinanciering. Ja, dus we kijken naar de duur van de opleiding. Dat is wat betreft een volledige studie in het buitenland. Maar zou je nou een opleiding in Nederland doen en je gaat stage lopen in het buitenland, en je bent een aantal maanden in het buitenland, waar moet je dan op letten? Dan gaan er een aantal dingen gaan niet automatisch. Waarom bijvoorbeeld de OV-vergoeding? Als je een volledige studie doet in het buitenland en het wordt toegekend, je hebt de recht op studiefinanciering, dan heb je ook automatisch de OV-vergoeding. Maar voor een stage in het buitenland moet je dus het een en ander nog regelen. Ja, je moet sowieso dan ingeschreven staan als voltijdstudent en verplicht onderdeel van je studie. En waar moet je dan op letten? Je kunt een OV-vergoeding aanvragen. Onder andere met formulier, kan ook via Mijn Duo. En wat heel belangrijk is in deze, is wanneer je het formulier invult, is dat de onderwijsverklaring ook ingevuld is. Deze moet dan ingevuld worden door je onderwijsinstelling. Zij verklaren dan ook van wanneer tot wanneer je de stage loopt in het buitenland. En eigenlijk aan de hand daarvan bepalen wij ook jouw recht op de uitwonende beurs voor mbo-studenten. En ook natuurlijk tot wanneer je de OV-vergoeding kunt krijgen, over welke periode. Dus de periode moet je zelf ook aangeven op het formulier. En wat ik zelf ook altijd een hele belangrijke tip vind, is vergeet niet om je reisproduct stop te zetten. Want je kunt namelijk niet en de OV-vergoeding en het reisproduct hebben. Dus wanneer je op stage gaat naar het buitenland, voordat je gaat, zet hem stop bij de gele automaat. Dan kan er in ieder geval geen schuld over ontstaan. Nou, wanneer je terugkomt, dan staat die reisproduct staat gewoon weer klaar in het systeem en dan kun je de maand opvolgend kun je weer gratis reizen. Zoals ik al vertelde, voor mbo geldt natuurlijk, omdat de basisbeurs nog wel voor een mbo-studie geldt, is dat je wel de uitwonende toelage kunt aanvragen. Dan is alles gedaan, je hebt je diploma behaald, maar je hebt wel een aantal jaar heb je geleend en dan denk je, oké, wat nu? Op zich is het een heel uitgebreid verhaal. Ik zal het vrij kort houden, want het is nog best wel een ver van jullie bedshow. Maar dat je toch eventjes getriggerd bent van oké, ik ben klaar met studeren. Wat gaat er dan gebeuren? Want dan moet je natuurlijk gaan terugbetalen wanneer je een lening hebt. Want de aanvullende beurs en het reisproduct die worden omgezet in een gift bij het behalen van het diploma. Alleen de leningen, waarop onder het collegegeldkrediet, moeten ten alle tijde terug worden betaald. We gebruiken dan ook het rentepercentage. Die gaan we dan voor 5 jaar vastzetten op het moment dat je klaar bent met je studie. Aan de hand daarvan bepalen wij de maandelijkse termijnen die je moet gaan terugbetalen. En we rekenen daarbij natuurlijk ook in combinatie met de hoogte van je studieschuld. Alleen de eerste 2 jaar na je studie hoef je nog niet meteen terug te betalen. Het mag wel, want het scheelt je uiteindelijk rente. Maar het hoeft niet. Maar na 2 jaar zeggen wij, oké, nu bestaat de verplichting om terug te betalen. En dan zijn die maandelijkse termijnen berekend. Alleen, we hebben dan nog niet gekeken naar je inkomen. Hè, want waar ik het net over had, zijn de termijnen gebaseerd op de hoogte van je studieschuld met het daarbij geldende rentepercentage. Maar we gaan dan ook kijken naar jouw inkomen en voor je eventuele partner. En het voordeel daarvan is dat wellicht die termijnen, maandelijkse termijnen, misschien zelfs op basis daarvan verlaagd kunnen worden. Nou, en als je dan jaarlijks dat, aan die betalingsvoorwaarden voldoet, dan duurt die aflosfase duurt dan 35 jaar en dan zou je in theorie ook klaar zijn. Dus dit wat betreft het terugbetalingstraject. Ik heb het nog vrij summier gehouden, maar wil je meer over informatie over weten, dan kun je op onze site, op het kopje terugbetalers, kun je daar veel meer over vinden. En wellicht wordt het dan misschien nog duidelijker.
Tot slot, nog twee internetsites, waaronder natuurlijk onze internetsite, duo.nl, waaronder alle informatie te vinden is. En de tweede internetsite is studeert met een plan, dat wanneer je gaat studeren, dan staat er eigenlijk heel veel tips staan erin, wat er allemaal bij komt kijken, wat je tegen gaat komen. Kan ook erg handig zijn om door te lezen. Dank voor de aandacht, dat was het. Nou. Oh, dan kom ik binnen. Oh, ja. Daar in beeld springen. Ja, ik zie mezelf. Ja, helemaal. Nou, heel erg bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Ik heb even in de chat gekeken en er zijn wat vragen voor je. De vereerste vraag is, je wilt gaan studeren in Schotland. Daar is geen, of je geen collegegeld te betalen. Kan je wel, heb je dan toch recht op studiefinanciering? Ja, het is namelijk zo. Ik zal het gelijk aan de kijker beantwoorden. Op het moment dat je daar studeert en je betaalt geen collegegeld, dat staat eigenlijk los van of je nou wel of geen studiefinanciering kan aanvragen. Het is namelijk zo, als je gewoon voldoet aan de normale voorwaarden wat ik heb verteld en die extra voorwaarden en je betaalt er geen collegegeld, kun je gewoon studiefinanciering aanvragen. Dus dat is geen probleem. En krijg je je extra aanvullende beurs en je studiefinanciering allemaal op dezelfde dag betaald? Dat was een andere vraag die ik zag voorbij komen. Mm-hmm. Of krijg je dat op verschillende dagen in de maand? Nee, alles is het einde van de maand. We hanteren meestal rond de 24e van iedere maand krijg alles betaald. En dat is ook wel goed dat je dat zegt, want dat geldt namelijk ook voor de OV-vergoeding. Daar ontstaat wel wat verwarring over, is dat de OV-vergoeding in het buitenland, dat ze zeggen, ja, ik heb dat niet gekregen. Maar dat zit dus inbegrepen in de studiefinanciering die je dan ook krijgt. Dus dan heb ik het over die 90 euro. Ja. Oké, heel erg bedankt. Stel, je hebt nog vragen voor Duo. Stel ze gerust nog in de chat. We zorgen dat ze allemaal beantwoord worden. En kijk op de website duo.nl en studeermeteenplan.nl. Heel erg bedankt. Yes, alsjeblieft. Nou, dan gaan we snel door. Ik praat het allemaal aan elkaar van vandaag. De volgende gaat over een verzekering. Ik loop nu even door. Eerst nog de andere financieringsmogelijkheden. Ja, weet je. Er zijn nog naast Duo ook andere manieren om je studie te financieren in het buitenland. Je kan werken en sparen, met de logische optie natuurlijk. Sponsoring en crowdfunding, dat was vorig jaar een initiatief ook met Wil Weg, waarbij twee studenten crowdfunding hebben opgezet om een reis te maken naar hun studie, een tijdelijke uitwisseling in Azië. Toen gingen ze helemaal vanaf hier met de trein naar Azië. En daarnaast zijn er ook veel studiebeurzen. Studiebeurzen staan allemaal op de beursopener.nl. En vaak hebben de universiteiten in het buitenland zelf ook nog een soort beurzenprogramma waar je altijd naar kan kijken. Nou, dan gaan we naar de volgende, toch alsnog naar de volgende stap, de verzekeringen. Om dit goed aan jullie uit te leggen, hebben we Marieke van SVB uitgenodigd. En Marieke gaat ons meer vertellen over de basisverzekering en wat moet je regelen met verzekeringen als je in het buitenland wil gaan studeren. The floor is yours. Dankjewel. Hallo allemaal, ik ben Marieke van de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen. En ik heet jullie welkom op dit webinar. Ik ga jullie uitleggen wat de SVB voor jullie kan betekenen op het moment dat jullie naar het buitenland gaan om te studeren. Dat ga ik doen aan de hand van de volgende punten. Allereerst, hoezo SVB? Hoezo zou je contact met ons opnemen op het moment dat je naar het buitenland gaat? Wanneer SVB? Wanneer moet je contact met ons opnemen? Ik ga een aantal situaties met jullie doornemen. Ik heb een aantal tips en uiteraard is er ruimte voor vragen. Als eerste, hoezo SVB? Hoezo zou je contact met ons opnemen als je naar het buitenland gaat om te studeren? Dit heeft alles te maken met jullie zorgverzekering. Het wel of niet hebben van een Nederlandse basisverzekering is namelijk niet optioneel. Dat is wettelijk geregeld in onder andere de zorgverzekeringswet. Die zorgverzekeringswet is weer gekoppeld aan de wet langdurige zorg. Dat is een volksverzekering. Net zoals dat de AOW een volksverzekering is en de kinderbijslag, is de wet langdurige zorg dat ook. En die regelt langdurige zorg in bijvoorbeeld of opnames in verpleeghuizen. Nou, die twee zijn gekoppeld, de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. Maar wat betekent dat nou concreet voor jullie? Nou, dat is als volgt. Als wij vinden dat je verzekerd bent voor de wet langdurige zorg, ben je ook verzekerd voor de zorgverzekeringswet en moet je een Nederlands basisverzekering hebben. Als je niet verzekerd bent voor de WLZ, mag je geen Nederlandse basisverzekering hebben. Nou, wanneer schakel je ons dan in? Nou, bij twijfel bij de zorgverzekeraar of bij jezelf of als je ouders twijfelen, dan kan je bij onze verzekeringsstatus WLZ aanvragen. Dan krijg je een brief van ons waarin staat of je wel of niet
verplicht verzekerd bent. Ik ga een aantal citaties... ik ga eerst even uitleggen wanneer de zorgverzekeraar twijfelt. Excuus. Dat kan door meerdere dingen komen. Als je gaat studeren, ga je meestal schrijven uit de gemeente. Nou, je geeft wel of geen adres aan de gemeente. En de zorgverzekeraar gaat aan twijfelen, want je bent naar het buitenland uitgeschreven. Of je hebt geen Nederlands adres meer. Dus zij weten niet of je nog in Nederland woont. Nou, dan verwijzen ze jullie naar ons. Het kan ook zijn dat de zorgverzekeraar een heel ander adres van jou in hun administratie heeft dan dat bekend is bij de gemeente. Ook in dat geval word je naar ons doorverwezen. Daarbij word je ook naar ons doorverwezen als ze vermoeden dat je in het buitenland werkt of in het buitenland woont. Dan gaan we naar de situaties. De eerste situatie is je gaat studeren. Je gaat alleen naar het buitenland om te studeren. Je gaat daar niet werken, je gaat geen stage lopen. Dat kan zijn dat je 1 jaar wegblijft of misschien 4 jaar. Maar als je niet gaat stage lopen, je gaat verder niet werken, blijf je verplicht verzekerd voor de WLZ. En moet je een Nederlandse basisverzekering hebben. Let trouwens wel op, dat was ik net even vergeten te zeggen. Een Nederlandse basisverzekering, dat is een verzekering die wettelijk geregeld is. Dus een verzekering via OM of een verzekering via AOM, dat is meestal niet hetzelfde. Maar goed, even terug naar de studie. Als je enkel naar het buitenland gaat om daar te studeren, moet je je Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Dat is zo omdat je verblijf meestal tijdelijk is en je de intentie hebt om terug te komen. Net als dat je bijvoorbeeld op vakantie gaat, dan ga je ook geen andere zorgverzekering afsluiten, want ook dan blijf je gewoon in Nederland wonen. Nou, met je studie is dat ongeveer hetzelfde. Dan kan het zijn dat je naast je studie gaat werken in een andere situatie. Als je dit gaat doen in Europa, dus in de EU of in een verdragsland, dan ben je niet meer verzekerd. Dan moet je je Nederlandse basisverzekering beëindigen. Waarom? Omdat de Europese wetgeving en de verdragen die we met die andere landen hebben, meestal bepalen dat het werkland, de wetgeving van het werkland wordt aangewezen. Dus ga jij werken in Europa of in een verdragsland, dan ben je niet meer verzekerd en moet je basisverzekering afsluiten. Ga je in een ander land werken, dus buiten Europa, waarmee we geen verdrag hebben, denk bijvoorbeeld aan Marokko, dan ben je niet meer verzekerd als je langer dan 3 maanden buiten Nederland werkt, inclusief verlof op ziekte, en voor een buitenlandse werkgever werkt. Dus die situatie is ietsje anders. Dan is de volgende situatie. Dan kan je, stel je gaat naast je studie, ga je stage lopen, werken als vrijwilliger of onderzoekswerkzaamheden doen. Nou, dan hebben we ook weer, dit kan je in Europa doen of in een verdragsland. En in dat geval hangt het af van de kwalificatie van dat land of je wel of niet verzekerd blijft. Zoals ik net zei, de wetgeving, de Europese wetgeving en de wetgeving met die verdragslanden bepaalt meestal dat de wetgeving van het werkland wordt aangewezen. Dus op het moment dat dat land zegt dat je aan het werk bent, dat zij jouw stage kwalificeerden als werk, ben je niet meer verplicht verzekerd in Nederland. Andersom geldt, zegt dat land, nee hoor, die stage wordt niet gezien als werk, moet je dus wel je Nederlandse basisverzekering aanhouden. Dit kun je nagaan, dus bij de bevoegde instantie van het land. Dus als je wil weten hoe jouw werkzaamheden worden gekwalificeerd, hoe ziet het andere land die stage of die onderzoekswerkzaamheden, dan kan je dat bij de instantie van dat land navragen. En de adressen van die instanties die staan op onze website vermeld. Ga je nou stage lopen, werken als onderzoeker of vrijwilliger in een heel ander land, dus niet in een verdragsland en niet in Europa, dan geldt het volgende. Als je langer dan 3 maanden die werkzaamheden doet en per maand meer dan 150 euro ontvangt, of als je een jaar werkt meer dan 1500 euro, dan moet je je Nederlandse basisverzekering beëindigen. Let hierbij op dat kosten en inwoning ook een vergoeding of een beloning kan zijn. Nou, dit waren de meest voorkomende situaties. Ik kan nog uren doorgaan, maar daar ga ik jullie niet mee vermoeien. Jullie kunnen wel altijd uiteraard contact met ons opnemen. Ik ga nu toch over naar de tips. De WLZ is gekoppeld aan de basisverzekering. Dat houdt dus niks in over de aanvullende verzekering. Daar heb ik niks over gezegd. Die is optioneel. Die mogen jullie helemaal zelf invullen hoe jullie die willen hebben. Of je er wel één neemt of je er niet één neemt. Neem je er tandartskosten bij of niet. Daar gaan wij niet over. Dus regel dat zelf. Bekijk zelf goed wat voor aanvullende verzekering je nodig hebt en sluit die dan af.
Tip 2. We kunnen pas een beslissing sturen als je daadwerkelijk bent begonnen met je studie of stage. En daarbij hebben we ook een wettelijke doorlooptijd van 6 tot 8 weken. Dus de tip is, vraag op tijd die beslissing bij ons aan. En weet dat we dus niet van tevoren die beslissing kunnen sturen. Dus nogmaals, we kunnen die pas sturen op het moment dat je bent begonnen. Is het nou zo dat jouw zorgverzekeraar zegt, ja, maar we hebben die beslissing nodig om jouw zorgverzekering aan te houden of te beëindigen? De zorgverzekeraars weten dit ook. En wij kunnen jou wel alvast telefonisch soms aangeven wat de beslissing gaat zijn. We kunnen alleen die brief niet eerder sturen. Nou, de derde tip, ik denk ook wel de belangrijkste tip. Geef alsjeblieft op tijd je nieuwe adres door aan de gemeente. Waarom? Het komt heel vaak voor dat wij geen adres van jullie hebben. Dus er staat of geen adres in het systeem. Ja, of jullie hebben geen adres doorgegeven aan de gemeente. Of jullie hebben ooit een buitenlands adres doorgegeven, zijn vervolgens verhuisd en hebben dat weer niet doorgegeven. Dan komt er post te laat aan en daar kun je onder andere boetes door ontvangen. Niet alleen van, ja, wij sturen geen boetes, maar het CAK kan boetes versturen. De Belastingdienst kan je brieven sturen die je niet ziet. Dus er kan dan van alles gebeuren. Tip, geef altijd je nieuwe adres door. Ook al is dat in het buitenland, geef het door. Nou, sommigen van jullie denken, ja doei. Ik wil gewoon post digitaal ontvangen. Uiteraard kan dat ook, maar wel alleen via de berichtenbox van mijn overheid. Dus de tip is, maak een berichtenbox aan via mijn overheid. En dan kan je zelf aankluizen van welke instanties je de post wil hebben digitaal. En als laatste verwijs ik jullie met liefde naar onze website. Daar staat echt heel veel op. Dus neem hem goed door. En ja, als er nog vragen zijn, hoor ik graag. Ja, nou. Dan ga ik even kijken of ik... Oh, je moet er nog iets een beetje... Ja, we staan weer helemaal in beeld. Ja, helemaal. Heel erg bedankt voor het interessante verhaal. Ik zie dat de chatbox zo half ontploft is aan verzekeringsvragen, zie ik. Ik heb er een paar uitgekozen. Dat is goed. Eén, als je dus langer dan 8 maanden was het in het buitenland studeert, dan heb je geen rekening op een Nederlandse basisverzekering. Moet je dan in het buitenland je opnieuw verzekeren? Nee, je hebt dus... Oh, excuus, ik doe het zelf fout. Ja, vertel. Daar zit hem de crux, ja. Zeg maar. Je moet je na 8 maanden uitschrijven bij de gemeente. Ja. Maar, en omdat de gemeente jou uitschrijft, gaat er een seintje naar je zorgverzekeraar. Ja. Dan kom je vervolgens dus bij ons. Ja. Omdat de zorgverzekeraar van jou een bewijs nodig hebt. Wat jouw verzekeringspositie is. En als je alleen studeert, moet jij die basisverzekering aanhouden. Okay. Daarom is het handig om voor je uitschrijving alvast bij ons te komen. Om die, om die beslissing aan te vragen. Oké. En stel, je wil in het buitenland stage lopen. En je wil dat binnen de EU doen, met een Erasmus Plus. Moet je dan verzekerd blijven in Nederland? Of moet je je uitschrijven in Nederland? Wat is het... Bij de verzekering bedoel ik. Ja, de verzekering, ja. Dat kan u niet. Maar ik had een aantal slides terug. Dat gaat over de kwalificaties. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld in Spanje stage loopt... De Spanjaarden zien in heel veel gevallen stage niet als werk. Die zien het als studie. Dan moet je je Nederlandse basisverzekering aanhouden. Duitsers daarentegen, in Duitsland geldt stage vaak wel weer als werk. Oké. Dan moet je hem dus beëindigen. Dus het hangt echt af van welk land. Ah, oké. Nou, dan even kijken. Nog een laatste vraag zag ik. Moet je ook je adres... Nee, dat is niet voor nu. Dan had ik nog een laatste vraag. Ja, er zijn zoveel vragen, komen niet eens binnen. Maar het is ook zo verbannend. Ja, het is de gemeente die zegt, na 8 maanden moet je je uitschrijven. Ja. En wij zeggen, maar je blijft gewoon verplicht verzekerd. En die zorgverzekeraar zegt, ja, maar je hebt je uitgeschreven, dus we weten het niet. Ja, dus die verwarring, als je nog... Die snap ik. Ja, ik ben zelf ook flink in de verwacht geraakt. Maar ik ben net wel weer een beetje door het boom met bos zie. Wat is nu de belangrijkste tip? Je hebt de tips gegeven. Kunnen ze jullie ook bellen? Kunnen ze jullie bereiken? En is er een soort snelle guide online om jullie te helpen daarmee? Om de studenten te helpen of mensen die stage willen lopen, zodat ze het iets beter snappen? Want het is eerste opzetje, dus we zijn heel erg blij. Maar... We hebben een website en dat is www.svb.nl en dan /WLZ. En daar hebben we eigenlijk... alle situaties wel ingezet. U bent in Nederland of u bent buiten Nederland. Nou, als je naar het buitenland gaat om te studeren, dan moet je, u bent buiten Nederland en dan kan je kiezen. Ik ga studeren buiten Nederland, ik ga stage lopen of ik ga werken. Dus het spreekt op zich voor zich.
Oké, nou, heel erg bedankt. Zijn er nog meer vragen? Voor, als jullie nog meer vragen hebben, wat ik bijna 100% dat denk ik, zeker weet. Ik wees gerust, stel ze in deze box, want als je ze nu stelt, dan worden ze gegarandeerd geantwoord. Dus een beetje een antwoordgarantie. En ik denk dat dat op dit onderwerp heel erg belangrijk is. Ja. Heel erg bedankt. Ja. En heel erg bedankt voor je vragen. Ja, en voor je leuke input over verzekeringen. En dan nodig ik Sulin weer naar binnen. Oh, jongens. Ja, we gaan nog een beetje. Ja. Ja. Ik ben wel super blij dat we Marieke hebben uitgenodigd. Ja. Dit ook, want dit verhaal was bijzonder complex. Ja. Ik had het zelf niet kunnen navertellen. Ik kan me voorstellen dat je nu denkt, joh, hoe heb ik nou eigenlijk alles op een rijtje? Hoe weet ik nou dat ik alles goed geregeld heb? Want in dit webinar heb je nu eigenlijk door 3 stappen mee genomen. Het waren 3 hele grote stappen. Er zijn natuurlijk ook nog veel kleinere stapjes tussendoor die je ook moet nemen. Een handige tool om naast je inschrijving en regelwerk te houden, is de checklist van Wilweg. Op wilweg.nl/checklist vind je 10 stappen qua regelwerk, zodat jij alles goed geregeld hebt als je naar het buitenland gaat. Kijk in deze checklist. Er staan dus ook wat kleinere stappen bij die we nu niet besproken hebben, zoals het regelen van een visum, je huisvesting, etc. Dat is handig om erbij te houden, zodat je zeker weet dat je alles geregeld hebt. Je kan het ook echt aanvinken, het is echt een checklist. En hij houdt ook zelf bij waar je bent gebleven. Dus dan hoef je dat ook niet uit je hoofd nog te weten. Je kan hem ook uitprinten als je dat zelf prettig vindt om hem gewoon los te hebben. Dan zijn we nu bij de 5 tips voor studeren in het buitenland. Nee, dit ja, 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 dit klopt. Max die komt alvast live binnen vanuit Amerika. Dat is voor dadelijk. Excuus, een Brabants accent. Eerste 5 tips voor studeren in het buitenland. Tip 1, ja. Die is voor jou. Hou je contactgegevens up-to-date. Marieke heeft het net al gezegd. Het is belangrijk dat als jij in het buitenland studeert, dat bepaalde instanties in Nederland je nog steeds kunnen bereiken. Denk aan de SVB, maar ook de Belastingdienst. Het is dus goed dat als je naar het buitenland verhuist, dat je ten eerste aangeeft waar we je kunnen bereiken. En als je dan volgens in het buitenland nog een keer verhuist, dat je naar Nederland toe een verhuisbericht doorgeeft. Stap 2, registreer je voor stemmen in het buitenland. Het systeem is veranderd. Je kan je nu in 1 keer registreren als je naar het buitenland gaat. Stel, er komen Tweede Kamerverkiezingen aan. Dan kan je je daarvoor een formulier invullen. Het staat allemaal op de Rijksoverheid.nl. Als je het even googelt, heel makkelijk te vinden. Je vult het formulier in en dan ben je er zeker van dat je... Stel, er zijn verkiezingen en je weet het nooit. Dan kan je altijd stemmen. Dat is wel belangrijk, want vaak ben je, als je denkt, oh, er zijn verkiezingen, dan ben je te laat met registreren als je in het buitenland zit op dat moment. Ja, en dat gaat dan wel om de landelijke verkiezingen. Ja, dus de gemeenteraadsverkiezingen, nee, helaas, daar komen de gemeenteraadsverkiezingen. Als je niet in die gemeente woont, kan je daar helaas ook niet stemmen. Nee. Goed, tip 3, vraag een studiebeurs aan. Er zijn dus ook andere mogelijkheden dan het financieren van je buitenlandsperiode, dan bijvoorbeeld de studiefinanciering vanuit DUO. Kijk eens een keertje op beursopener.nl. Dit is een zoekmachine waar meer dan 100 beurzen in staan. Daar kan je wellicht een beurs vinden die voor jou van toepassing is en die jij dus kunt gebruiken om je studie in het buitenland te financieren. Wat ook handig is, is om te kijken of de instelling waar jij gaat studeren ook beurzen beschikbaar heeft voor buitenlandse studenten. Het kan namelijk zijn dat dit het geval is en dat helpt jou ook weer om jouw studie te financieren. Dan de handige tips, de apps, want iedereen heeft natuurlijk op deze tijd een smartphone. Je hebt TransferWise, dat helpt erg als je in een land gaat studeren waar ze niet met euro betalen, kan je makkelijk en goedkoop geld transfereren in plaats van dat je banken doet, want het kost altijd veel meer en als student wil je toch geld besparen. Skyscanner en Flixbus. Flixbus is over heel Europa. Nachtbus lijkt erg, valt echt wel mee. Best wel leuk om te doen ook. Skyscanner voor goedkope vliegtickets. Om ervoor te zorgen dat je dus ook af en toe weer terug naar Nederland kan voor de kerst of oud en nieuw. Yes, en dan de laatste tip. Doe je belastingaangifte. Het is nu 1 maart, dus dat betekent dat het weer tijd is om je belastingaangifte te doen. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, wat heeft dat nou te maken met studeren in het buitenland? Stel dat je nu een bijbaantje hebt, dan betekent dat dat je belasting hebt betaald over je inkomen. Grote kans dat jij ook weer geld terug kunt vragen. Doe dus je belastingaangifte. We horen namelijk van heel veel studenten dat het geld wat ze terugkrijgen uit die belastingaangifte hoger uitvalt dan dat ze eigenlijk verwacht hadden. Ook dit helpt je dus weer om je studie in het buitenland te financieren. Dan zijn we nu bij Max beland. Zoals jullie zien is Max in beeld en ook hoorbaar, als het goed is.
Live vanuit de Verenigde Staten. Ja. Hoi, goeie, nou, het is hier nog steeds morgen, maar goedemiddag. Ja, ik heb het hele verhaal ook geluisterd. Heel veel dingen is voor mij herhaling, maar ook heel veel dingen zijn nog steeds voor mij goed te gebruiken op dit moment. Ik wil even beginnen met, nou, wie ben ik en waarom ben ik hier? Ik ben Max, ik ben 20 jaar oud en ik studeer nu 2 jaar hier in Plattsburgh, New York. Waarom ben ik hier? Nou, ik heb besloten, na mijn HAVO zei ik tegen mijn ouders, nou, ik geloof het wel, Nederland is niet het land voor mij, ik moet ergens anders heen. Toen zei mijn ouders, nou, dat is prima, maar ga eerst VWO even doen, want nu gelijk je koffer inpakken, dat is een slecht idee. Dus nou, ik geluisterde naar mijn ouders en VWO gedaan. En tijdens een VWO ben ik al gelijk begonnen met, nou, wat papierwerk moet ik allemaal doen? Toen kwam ik erachter dat dat heel erg veel is. Dus ik heb een instantie in de hand genomen, dat was voor mij Fulbright. En die heeft mij met alle papierwerk en het regelen. Ik ben toen uiteindelijk beland in Amerika. Dat was ook mijn plan. Ik en mijn ouders zijn heel erg goed samen, we hebben veel samen gewerkt. Mijn ouders zijn ondernemers en ik hielp ze altijd met alles. En ik was van, ja, als ik nou echt iets voor mezelf wil leren en wil gaan studeren, dan moet ik ook weg. Want als ik hier thuis blijf, dan blijf ik hun helpen. En dan hou je toch een beetje elkaars handje een beetje vast. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet op een gegeven moment gewoon met je eigen boontje kunnen doppen. Dus daarom ben ik besloten om hier naartoe te gaan. Nou, toen had ik 6 scholen, had ik me aangemeld. En toen hebben we alle 6 aangenomen. En deze school, Plattsburgh, was voor mij toen de meest persoonlijke en de beste keuze. Toen dacht ik, nou ja, dit is helemaal fantastisch, ik mag eigenlijk naar Amerika, ik heb het gemaakt en ik ga erheen. Dan kom je toch wel even jezelf tegen. Dan vlieg je hier naartoe en dan kom je aan en denk je, oh nee, wat heb ik nou weer gedaan? Dus de eerste 3 weken, ja, dat is gewoon even lastig. Je loopt ongeveer tegen jezelf aan een keer of 4. Dan maand 2 gaat best goed. Maand 3 heb je enorm heimwee en bel je moeder 3 keer per dag. En daarna gaat het prima eigenlijk. Nu vlieg ik 1 à 2 keer per jaar terug, zeker met kerst, om de familie even te zien en in de zomer. En voor mij is het nu echt een soort van 2 werelden. Ik heb de Amerikaanse wereld en de Nederlandse wereld. Maar ik hou nog steeds contact met iedereen. En ik vind het ook, voor mij klopt het nu ook dat ik hier ben. En ik heb enorm veel geleerd over mezelf. Want het is niet zo dat je hier alleen maar studeert voor je studie of alleen maar studeert voor de gezelligheid. Nee, je studeert hier ook, vind ik, om jezelf te leren kennen. Want ja, wie ben je nou eigenlijk? En dan kom je het beste achter als je gewoon even helemaal opnieuw ergens kan starten. En dat is eigenlijk het meest belangrijke geweest voor mij voor deze studie. En ook, ik studeer televisie en nieuw media. Deze studies heb je in Nederland niet echt op BO-niveau. En daarom was dit een goede combinatie voor mij. Ik heb wat vragen gezien die ik zelf slim vind. De eerste vraag die ik zag was, als je slecht Engels spreekt, hoe red je jezelf? Binnen mijn Engels was best goed. Ik ben als kind vaak in Amerika geweest. En mijn Engels is gewoon goed. Ik heb 2-talige opleiding gedaan. Maar dan nog, als je hier komt, spreek je school Engels. Je spreekt geen straat Engels. Je kan niet goed met elkaar communiceren. Dat duurt 3 weken. Daarna spreek je vloeiend Engels. En ik denk nu ook in het Engels. Het ligt eraan dat ik switch tussen Nederlands praten of Engels praten. ja. Dan hebben we beurzen, hoe krijg je die? Nou, we net hebben gehad over Duo, daar kan je de beurzen krijgen. Je hebt in school zelf ook, heb je goede cijfers, dan kan je een beurs krijgen. Ben je goed in sport? Zelf rugby ik. Dat is ook de enige sport hier waar ze geen beurzen voor geven. Dat is dan weer een beetje jammer. En verder heb ik een beurs gekregen vanuit Nederland voor mijn tickets het eerste jaar. Je kon je daarvoor opgeven, 2 mensen in Nederland kregen die beurs. Daar moet je een aantal dingen voor doen. En dan, toen kreeg ik een beurs voor mijn tickets en zo zijn er eigenlijk heel veel beurzen. Alleen je moet er even op zoek naar gaan. Het is niet zo dat ze aankomen waar. Je moet echt zelf zoeken van, hey, waar kan ik nou zien of ik een beurs kan krijgen of niet. Kan het vanuit Amerika, voor mij in mijn geval dan, of kan het vanuit Nederland. En eigenlijk zijn er heel veel mogelijkheden. Want studeren hier is erg duur, maar als je goed oplet, dan valt dat wel weer mee als je al hier kan ontvangen. Vergis je niet in het papierwerk. Dat is gewoon echt heel veel. Daar ga je echt van schrikken. Verder ga ik nu eens even in de chat kijken of er al vragen zijn. Max, je bent benieuwd naar de levenservaring die je doormaakt. Hoe ga je om met heimwee? De kosten voor het terugvliegen. Ik boek mijn tickets ongeveer 1 jaar van tevoren. Dus ik heb, als ik hier naartoe vlieg, dan zet ik 1 ticket. Dus augustus vlieg ik er altijd heen. En mijn terugticket is dan mei. En dan kan ik altijd zien, ga ik in kerst
ergens naartoe naar de zon, ga ik naar mijn ouders toe. En dan boek ik echt de goedkoopste ticket die er is. Ik ben de vorige keer met de WOW Air via IJsland gevlogen. En dan, dat scheelt opeens, nou, er zitten €600. Ja, dat is, vind ik, gewoon opeens dan heel erg veel geld. Verder moet je rekening houden, dat, nou ja, als je hier bent, dan ben je natuurlijk ook helemaal alleen. Er is helemaal niemand, je hebt geen vrienden. Hoe maak je vrienden? Dat is in Amerika zeker het geval door bij heel veel clubs en organisaties te gaan. Ik ben zelf vanaf dag 1 begonnen met rugby. Ik had nog nooit gerugbyd. Ik heb zelf altijd gehockeyd. Dat is hier alleen maar een damesport. Dus dat is een beetje jammer. Kon ik niet verder gaan met hockey. Maar rugby vond ik toen, nou, top. Ga ik dat doen? En dat heb ik eigenlijk, ben ik een soort in een kleine familie terechtgekomen. Wat helemaal gezellig was. En die heeft me ook geholpen om met van alles, zodat ik me hier op mijn gemak voelde. En het tweede semester ben ik dan bij een fraternity gegaan. Dat is een studentenvereniging, maar dan in Amerika, zoals je ook ziet in de films. Het is alleen wel zo dat de films alles overdrijven. Waar het hier vooral om gaat, tuurlijk, het is een gezelligheid, je hebt af en toe een feestje. Maar het is ook zo dat je met een groep, in ieder geval jongens, bij elkaar zit, die ook soms dezelfde vak als jou volgen of hebben gevolgd. Waardoor je hulp kan krijgen met bijles of... Als ik het bijvoorbeeld even niet meer zie zitten, dan bel ik een van mijn brothers op. En dan zeg ik, nou, doe me even helpen, want ik ben er even klaar mee. Als ik naar het vliegveld toe moet of worden opgehaald, brengen ze me altijd graag weg. En ze kunnen me ook graag weer ophalen. En zo, het is fijn als je mensen om je heen hebt die willen helpen. En jij kan natuurlijk ook altijd terughelpen. Zoals nu gaan de twee gasten gaan backpacken door Europa. Ja, een deel zijn ze in Nederland en breng ik ze naar Parijs toe of haal ik ze ergens op. Om gewoon te zorgen dat zij ook een leuke tijd hebben in een ander land. Je leert zoveel mensen kennen. Zeker internationaal. Als ik nu ergens op vakantie toe zou gaan, zou ik altijd bijna bij een vriend kunnen slapen. En dat is het mooie van internationaal studeren. Je wordt wereldwijs. Je leert mensen over heel de wereld kennen. En dat vind ik een van de allerbelangrijkste dingen. Het gaat er niet om wat je leert in een boek. Het gaat erom wie je leert kennen en wat je ook jezelf leert kennen. Zijn er nog andere vragen, misschien vanuit jullie daar zelf in Nederland? Ja. Jij een vraag? Ja, ik heb een vraag voor je. Wat is nou de belangrijkste? Ik studeer zelf ook in het buitenland en ik ben het echt 100% met je eens. Eigenlijk alles wat je ook zegt. Met name het je moeder bellen, dat doe je toch wel. Sowieso, dat vinden moeders ook heel fijn en dat hoort er altijd bij. Maar wat is nou de belangrijkste les die je geleerd hebt? Je hebt het te veel over jezelf leren kennen, maar noem nou eens iets praktisch waar je denkt van dit had ik nooit kunnen leren als ik niet naar Amerika was gegaan. Ja, het kost je, als je hier komt, kost je heel veel moeite om energie om je aan te passen aan de taal en aan de gebruiksvormen en normen. Dus het allerbelangrijkste vind ik sowieso in heel het leven, ben jezelf. Op het moment dat je niet jezelf bent, dan gaat het nog meer energie kosten. Het gaat jezelf opbreken en je wordt er niet gelukkiger van. Dus overal waar je bent, moet je rekening houden van, wil ik dit? Ben ik hier mezelf? Voel ik me hier zelf prettig? Is dat niet zo? Doe het dan vooral niet. Geef natuurlijk alles even de tijd, maar ga niet iets doen waar je denkt, nou, dit lijkt me dan toch helemaal niks. Probeer echt jezelf te blijven. Probeer niet ook voor te doen als iemand anders. Gewoon lekker jezelf zijn en dan gewoon elk probleem zien als... Elk probleem heeft ook een oplossing. Dus zie elke oplossing. Ga alles aan. Grijp alles met twee handen aan. En daardoor kan je ook veel verder komen. Zeker hier. Ik heb nu alweer kansen om naar andere landen toe te gaan, zelfs voor uitwisseling of studeren. Dus ja, maar als je eenmaal weg bent, dan ligt de hele wereld voor je open. Ik zie nu, woon ik op campus. Ik heb het eerste jaar op campus gewoond. Ik had begon 2 weken met een roommate. Ik ben erachter gekomen dat dat niks voor mij is. Ik ben snel naar single gegaan. En nu woon ik in een huis met een aantal vrienden van mij die ook rugby spelen. Vind ik zelf fijn dat je ook een eigen woonkamer kunt, gewoon lekker een beetje chillen. Hoeveel collegegeld betaal je? Krijg jij beurzen? Ik betaal ongeveer $40.000 $40.000 per jaar. Ik heb mijn allergrootste vriend, zeg ik altijd. Daar heb ik een grote lening bij. Verder heb ik dan die beurs vanuit Nederland gekregen. En vanuit Amerika voor mijn sport kan ik geen beurs krijgen. En het is ook zo dat je dan met beurzen moet je ook weer kijken, nou, is dat weer een gunst? Omdat ik een staatsuniversiteit ben, is dat eigenlijk weer een gunst vanuit Amerika? En kan je dat zien als een Amerikaanse beurs en dan vervalt je duo. Dus ik heb eigenlijk alleen maar duo op dit moment. Zo wil ik het zeggen. Ik zie dat je ook bedrijfscontact opgebouwd. Wil je laten verhuizen naar Amerika? Dat is van
Koosin, nee, ik bereken mijn baas altijd in Nederland houden. Wat is het daar fijn geregeld? Alles, als het misgaat, dan kan je altijd terug naar Nederland. Heerlijk. Dus nee, ik blijf, mijn baas blijft altijd in Nederland. Ik zal wel veel over de wereld zijn, maar ik blijf er echt daar officieel echt wonen. Je kwam met direct van VWO. Je kan in theorie trouwens ook studeren in Amerika met alleen je HAVO. Het is namelijk zo dat de universiteiten hier meer openstaan. Ik heb eerst VWO gedaan, omdat dat moest van mijn ouders en ik het zelf ook best wel een slim plan vond. Maar hier zijn de universiteiten, je hebt ook een bepaalde Gen Eds die je moet volgen. En die Gen Eds eigenlijk nog een keer economie, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis. Dat soort onderwijs. Maar kan je ook meteen buiten. Merk je echt wanneer je een tijd. Ja, je merkt heel goed wanneer je een tijd in het buitenland hebt gezeten. En je merkt ook wel eens dat je soms even terug moet. Ik heb wel eens hier dat ik hier ben. Ik al die Amerikanen om me heen, daar heb ik er helemaal geen zin meer in. Dan weet ik ook dat ik weer even naar huis toe moet. Dus zo, natuurlijk is dat leuk, maar Nederland blijft toch je thuisland. En het is ook wel. Het is een soort van. Nederland moet eerlijk toegeven, het is een heel gezellig land. En vergis je daar echt niet in. Je kan natuurlijk wel eens zeggen van al het gezeur in Nederland, die kleine mierenmeuterige dingetjes. Je gaat er echt een keer van houden. Maar nog steeds, probeer zoveel mogelijk van de wereld te zien. Dan kan je ook meer genieten van het land waarin je woont. Is je diploma wel gelijk met een WO-diploma? Laatste vraag. Mijn diploma is gewoon een WO-diploma. En ik hoop na mijn diploma verder te gaan in de televisiewereld. Ik wil er graag achter de schermen gaan werken. Ik heb de afgelopen jaren ook al verschillende programma's mogen maken. En dat is de kant die ik op ga. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En als jullie vragen hebben, dan kan ik die waarschijnlijk wel via jullie doorkrijgen, toch? Yes, die krijgen we van ons. Volgens mij heb je een hele fanclub opgebouwd, ja. Zie ik in de chat. Dus het komt helemaal goed. Hartstikke bedankt, Max. Hartstikke bedankt. Bedankt. Oh, ja, dat was Max. Max uit Amerika. Heel erg bedankt voor het kijken alvast. Maar voordat we gaan, nog een paar belangrijke mededelingen natuurlijk. Ben je nou benieuwd naar studeren in het buitenland? En zoals Max en ook ik heb ook eerst HAVO gedaan en daarna VWO. Ook op advies van ouders. Stel je zit niet op 4-5 HAVO of 4-5-6 VWO en je weet nou niet precies, je wil misschien naar het buitenland, maar misschien ook niet. En zoals Max, begin er vroeg mee, er is op 21 april georganiseerd MWS, samen met, ook met Wilwerken zijn ook aanwezig in Utrecht een scholierendag. Dan kan je in real life ons ontmoeten. Max is er helaas niet bij, maar het is wel een ontzettende leuke les om studeren in het buitenland. En dan kan je vast een eerste goede aanzet, goed beginnen met een beetje brainstormen en vooral blijven dromen. Dus niks is te gek. Zoals je ziet, Max, je had, waar een wil is, is een weg. En ik denk dat dat wel een belangrijke les is. Nou, zijn we nu aan het einde gekomen van ons webinar. Ten eerste wil ik iedereen bedanken die ook meegeholpen heeft aan dit webinar. Dus Max vanuit de VS, hartelijk dank dat je inbelde en de vragen hebt beantwoord. Jona, ook bedankt voor het overkomen vanuit Londen. Ja, dat je tijd voor vrij hebt gemaakt. En natuurlijk ook Marieke en Richard, dat jullie de kou hebben getrotseerd om hier vandaag aanwezig te zijn. Dan wil ik natuurlijk ook jullie bedanken. Dank jullie wel voor het kijken. We hopen dat jullie het een nuttig webinar vonden. En we hopen natuurlijk dat jullie allemaal in het buitenland gaan studeren. We wensen je heel veel succes toe met de voorbereidingen. We hebben gezien dat er heel veel vragen zijn gesteld in de chat. Mocht je vragen dus nu niet live beantwoord zijn, ofwel door onze tijdens de presentaties of in de chat zelf, maak je dus geen zorgen. We zorgen ervoor dat je een antwoord krijgt per e-mail. We streven ernaar om dit binnen 2 weken te doen. In de e-mail krijg je ook van onze terugblik naar de webinar. Dus mocht je nou niet alles onthouden hebben, maak je geen zorgen. Je kunt gewoon weer terugkijken. We zijn ook heel erg benieuwd naar wat jij vond van deze webinar. Laat het ons daarom weten. Je ziet nu in het scherm een linkje naar een evaluatie. Vul deze in. Dan weten wij ook hoe jij deze webinar hebt ervaren. En wat wij kunnen verbeteren voor de volgende keer. We organiseren dit jaar nog meer webinars.
Volg ons dus op onze website of de social media, Facebook, Instagram of Twitter. Dan zie je vanzelf een aankondiging voorbij komen voor de volgende webinar. Waarschijnlijk gaan we ons focussen op het financieren van jouw buitenlandservaringen. En zoomen we meer in op, naast de studiefinanciering, beursmogelijkheden en andere opties om je studie te financieren. Heel erg bedankt en tot ziens! Ja, tot ziens! En hopelijk zien we jullie allemaal ooit buitenland en willen jullie, kunnen jullie net als Max ook ooit gaan inbellen. Doei doei! Doei. Nou. Zijn we weg of zijn we nog? Nee, zijn we nog?